Na jaren van Gestegel en een heel aantal uurlezen, is de langemlet begoed om de Mietlane tussen de Westerheen en de centrale as om te pakken. De Mietlane is inderdaad een waar werd al heel veel verschillende gesprekken over Westha. Al, uh, al jaren achter elkaar aan, en Er werden verschillende tasthezingen uh, die en binnen. Uh, afspraken bij het college. Ik in het tijd voordat ik wethouderwijzer mocht in de Handelbodieel. Uh, dus, daar ben ik afspraken bij die we net komen kennen. He. Uh, want we had, uh, nou, heel veel mensen weten dat nou er een keer een, een uh, verkeersbesluit nam om de Mietlanen uit te sluiten voor het trok in het verkeer. En dat wie ik op, op basis van een afspraak die het in het en en we wordt ja, die afspraak is hier een keer maken. We doen toch een poging om die afspraak na te komen. Maar er kwam zo verschrikkelijk volle beschadigd in dat we uiteindelijk toch besluiten dat nou, dit net een begaanbare weg is. En, uh, en uh, daar stoppen we mij, Dus we beginnen uh, na tanken de buurt en met dwarp, dorp over een nieuwe oplossing. En wij denken die oplossing nu fijn uh, te hebben. Die oplossing besteedt uit een compleet plan werd de hele buurt mij tinken mocht om de verkeersdruk op de middelland naar beneden te krijgen. De projectleider leidt uit wat er krijgt, veroriënteerd. De bestaande drempels die, die worden aangepast zodat het verkeer er eigenlijk minder snel overheen kan. En ook buiten de kom worden een aantal aanpassingen uitgevoerd, met ook een aantal drempels. Er waren twee kunststofdrempels die worden vervangen door dezelfde drempels die ook binnen de kom worden aangebracht. En richting de brug gaan we twee versmallingen aanbrengen om het verkeer daar ook af te remmen. De dieke zoemt mijn jongentje in april afsluiten voor het trokken in de autoverkeer, omdat de werkzaamheden begonnen binnen. En dat had een goede invloed op de reis die eindelijk weer waarom het in de buurt. Ik sleep al even goed, ja, maar het is net minder. En wat dat grappig is, en dat je nou echt gewoon zo aan: de fietsers en de kuierraars weten het weer even te vinden. En dat is wel heel aardig, want dat weer van tevoren ik altijd zijn route, werd een protomeeskind. Even te kuiering even een slagje bij het kanaaldel. En nou, uh, maar die drukte waren dat minder, want in alle eerlijkheid, net alle auto's wel belichter nog rekening mee en voetgangers die dat bediend zijn. Jaren, ze komen er. Er ben een peer die wel aardig uit om kan springen, maar het uh, van om daar net onder te rijden Maar dat ben ik hele protago's die wel rekening mee houden, dat, mag ik zijn weer Ik denk dat nu het meest kan ik wel begrijpen dat, het, uh, dat de orenroute route is. Hij is wel wat langer, maar hij rijdt wel beter. En hier wordt het eigenlijk wat hobbeling en stuiterij. Dat is net was. De Mietlone, wat een heel soort broek, trof verkeer van en naar de centrale as. De onpassingen zullen net voor het gouden ei van Columbus wijzen. Maar wel een stap in de goede richting. Wat eigenlijk uh, een, een, nog een, een, een gebrek is om de centrale as en de infrastructuur in der is dat de Streng gewoon eigenlijk net een goede oorsluiting had op die centrale as. In de de, de Weiden-Eta is best ingewikkeld en wat omslachtig. Uh, dus daarom hebben ze de meeste gebruik van de Miertlane. Maar nou, wellicht slagen het, het in de toekomst om dan nog eens een, keer een hele goede oplossing te vinden voor een, een definitieve goede omsluiting van de west op Centraal-Aas. Dat zal nog een volle belangrijke oplossing werden voor dit probleem als uh, deze maatregelen die we hier hebben nodig. Zou de zaak aan de 0 nou voorsteen binnen de werkzaamheden begin juni kleren.